Ik heb wel zin in een patatje hier. Mr. Mime, waar heb jij zin aan? Twee grote friet en frikandelletje. Oeh. Hey, dit is buurman Bas. Buurman Bas, hallo. Wat kom je doen, Bas? Wat kom je doen? Nou, ik heb een mooi MetaZoo-boxje weten te bemachtigen. Dus ik dacht, die gaan we samen eventjes openknallen. MetaZoo? Wat is MetaZoo? Ja, MetaZoo, dat is een uit Amerika is een beetje een trading card game geworden. Of is. En ja, het lijkt een beetje old school. En het is echt wel lachen om open te maken. Maar, gaan we doen. Gaan we kijken. Ja. Dit is een intro! Buurman Bas, jij doet iets met ogen, toch? Ja, klopt. Wat doe je precies? Ogen meten, brillen verkopen. Oké. Okay. Ja. Alleen voor ogen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, cool. Oh, jij gaat sowieso wc-bril op het scherm editen of iets. We gaan het zien. Ja, hè? Ja, dat doe ik ook wel, hoor. MetaZoo, wij weten hier helemaal niks van. Wat zoeken we in deze box? Ja, MetaZoo, dit is een beetje dit is de second edition. First edition is mooier, maar dit is wel het leukste, want dit is de base set ervan. Ja. En eigenlijk wat je het liefste wil hebben is een Blue Ink kaart. Maar ja, er zijn maar 100 kaarten verdeeld over 50.000 boxen. Oké. Okay. Dus die kans is heel klein. En verder, het mooiste wat je zou willen hebben is de Mothman die je dit. Nou in beeld ziet. Dit komt dan uit jouw collectie wat we hier hebben. Ja, ja. Dus deze Mothman zoeken wij straks in de doos. Ja. Heb je een reverse holo en in full holo. Oké. Ja, cool. En wat is die pin daar dan? Ik zie dat je dan ook een pin hebt. Ja, ze hebben ook tegenwoordig pin collection boxen. First edition. Kan je van elke set brengen ze een pin collectie uit. Oh, cool. En er zit dan een pakje met een kaart en die zit ook op de stapel die gegraded is. En wat ik begreep is dat het ook echt gebaseerd is op de oude Wizards of the Coast Pokémon stijl. Een beetje die oude stijl en ja, zo. Ja, qua stijl wel. Maar ja. Ze zijn eigenlijk zo'n beetje al die monstertjes. Dat zijn ook echt mythische wezens. Nou, niet die bestaan. Nou, Mothman is bijvoorbeeld, ik zie Bigfoot zie ik hier staan. Ja. Ik zie Squonk. Ja. Squonk. Ja. Squonk. Nou, we gaan het openmaken. Geen schaar. Oh, maar dat is niet nodig. En als we nou zo'n Mothman poelen, waar moeten we dan aan denken? Wat is zoiets waard? Nou, van de second edition zijn ze nog niet zoveel waard, omdat er best wel veel van boxen van gemaakt zijn. Ik denk dat een Mothman, nou die ligt waarschijnlijk tussen de 100 en 150 euro af. Niet zoveel waard, zegt hij. Maar dat is niet zoveel. Ja, gegrade hoor. Dat is bij Bas maar een halve bril, dus ja, daar heb je ook niks. Ik wou net zeggen, daar kun je geen bril voor halen. Oeh, nou, is dit ook een box? Oh, we hebben ook een boxstopper. Ja. Ik kan de Blue Ink. Oké. Dan gaan we die als laatste doen, want anders gaan mensen wegklikken naar die pack. Oh, ja. Ergens in het midden. Ja, ergens in het midden. We beginnen gewoon met deze. Hier staat Mothman op. Wat kunnen we hier dan uithalen wat leuk is? Nou, niks zeggen niks, want dan is de hele video verpest. Nou ja, er zit, dus denk goed na. In elke pack zit wel een reverse holo of een holo. Is er ook een card trick? Die weet ik niet aan mijn hoofd. Oké. Wat is dit? Dit is gewoon een scheet. Ja, dat is echt, ja. Oké. Dit is een Bambi, een roze Bambi. Dit is een giftige pijl, ja. Klavertje. De Black Lotus. Een Balance Beam, een Lucky Pot. Hey, mijn moeder. Uncle Sam. Oh. Dat is op zich al een goede pool. Echt? Dat is een van de Obnoxious 9. Wat zijn de Obnoxious 9? Je hebt 9 kaarten in de set die alleen als full holo gemaakt zijn. Ja. En dat zijn eigenlijk wel een beetje de chase kaarten, zeg maar. Die zijn niet per se heel duur, maar het zijn wel kaarten waar je minder kans hebt met een pool. En alle 9 kunnen in deze doos ook zitten? Ja, ja. En heb jij stiekem deze set thuis ook al 5 keer compleet? Of? Bijna. Ja? Nee, heb jij hem compleet? Ja, dit 2 keer heb ik hem compleet. Okay. Maar ik wil de derde ook nog compleet hebben, dus ik hoop dat hier in zit. Wat is dit? Dat is echt heel eng. Ja, dat is heel eng. Geen commentaar. Nee. wat is dit? Ik vind de arts wel... Hey, Charizard. Jij kan toch ook zo mooi tekenen, Bas? Wat is dit? Dit is gewoon een first edition Charizard. Zie je dat? Ja. Hij heeft er wel wat van weg, ja. Is dat mana? Wat is dit? Dit is echt... geen idee. Jij kan toch ook zo mooi tekenen, Bas? Ja, maar ja, wel rekenen. Even een fotootje van Bas' tekening op het scherm. Ja, fijn. Ja, nu. Boom. Oh, mooi. Ik vind vooral die linker mooi. Oh, hier niet zoveel op het scherm. Wat edit je veel in deze video, niet zoveel tekeningen. Mooi, hè? Wat is dit? Een bed? Quad? Ik heb geen idee.
Speel je dit spel dan ook of verzamel je echt alleen de kaarten? Nee, ik wil het spel op zich wel spelen, maar er is niemand, niet echt veel mensen die dit verzamelen, omdat het in, vooral nog in Amerika zit momenteel. Speel jij nou mee? Neem contact op met buurman Bart. Ja. Oeh, de Eternal Snowflake. Ik vind de holo's wel mooi, dat alleen een bepaald, net zoals met die draken, een bepaalde factor van de kaart glimt. Ja, dat zijn de reverse holo's. Zijn dit net zoals Pokémon en Magic, weet je, de landjes? Ja. Okay. Ja, het lijkt volgens mij, wat ik begrepen heb, wel heel veel op Magic qua speelstijl. Maar het is hier in Nederland ook nog niet zo groot, toch? Nee, vooral in Amerika. Maar jij bent toch wel een van de grote collectors dan? Jij hebt toch best wel wat leuke kaarten. Ik durf wel te zeggen dat ik er redelijk wat mee te zoe heb. Oeh, zwarte kat. Lightning Storm. Zijn die packs ook dik? Ja, het is niet zo dun of papierig als Pokémon en dat soort dingen. Klopt. Lijkt dit naar jou leuk en denk jij, hè, waar kan ik deze packs halen? Kom eens langs de winkel. En dan niet bij buurman. Is dit nou andere holo dan die vorige? Maar die is full holo. Die is full. Als de tekeningen zeg maar holo zijn, dan is het reverse holo. Oh, oké. Okay. Is mooi. Hebben we al iets waarvan jij zegt dat is goed of alleen die Uncle Sam? Ja, alleen die Uncle Sam. En dit is second edition. Heb je ook nog een third edition, fourth edition of heb je gewoon een first edition en second? Ja, first en second. Die hebben we net gezien. Ik ga er even snel doorheen, want heel veel hebben we al gezien. Wat is dit? Chibi, dat is de kleinere variant van de grote. Deze heb je ook een holo variant van en dan is die volgroeid. Oh. Dit is dan de baby variant. Dus eigenlijk ben jij mijn Chibi. Babe de Blue Ox. Jij bent mijn Chibi. Ja, heel leuk. Ik moet zeggen, ik vind de arts wel mooi. Ja, het heeft wel wat nostalgisch ofzo. Het is vrij nieuw, maar het, je hebt een beetje iets aan het. Zou ik wat te jong voor zijn, want ik voel je heel nostalgie bij. Hoe voel jij je hierbij? Ik heb elke ochtend het gevoel dat ik iets ouds openmaak. Interpreteer dat maar hoe je zo vindt. Oeh, een sewer. Elke keer denk ik, oh, we hebben iets cools. Dit is reverse. Ja. Dit is een reverse, ja. Dit is een berg. En hoe lang bestaat Metazoo nou al? De Kickstarter is volgens mij begonnen in 2019. En volgens mij is het in 2020 zijn de eerste kaarten opgestuurd, zeg maar, van de mensen die Kickstarters hebben besteld. Dus zoveel sets zijn er ook nog niet. Dit is toch gewoon Harry Potter? Ja. Ja, lijkt er wel op. Maar ze zijn nu begonnen met de tweede reeks. Je hebt de eerste... Onyx. Ja, een beetje zoals met Pokémon, dat je de Base Jungle Fossil had. Dat heb je net Metazoo ook. Ja. En die eerste reeks is nu klaar en ze zijn nu met 9 verder gegaan. Dus dat is de tweede reeks. Oké. Okay. Ze gaan op zich best wel snel. Maar het is echt nog een beetje een Amerikaans ding, dus... Ja. Dikke aap. Nee, die hadden we net ook. Harry Potter. Slang. Ding. Oeh. Lizardman of Scape or Swamp. Die zat één. Lijkt op jou. Killer. Ja, oh, die moet daar. Nou, niet veel leuk. Nou. Je moet beter je best doen. Ja, nou, speciaal voor jullie stond ik dan wat leuk. Oh mijn god. In deze pack, ja? Speciaal. Chaos Potion. Haste. Dat kennen we van Magic. Paralyze. Snow. Snakes. Houden wel van slangen. Ja, zeker. Jij ook. Power. Oeh, dit is dan een goeie. Nee, is reverse. Niks waard. Nee. Ik snap het al. Ja? Luister je, hè? Oké. Dan zal ik... Echt? Is er geen enkele reverse die wat waard is? Ja, Mothman. Maar die kan hierin zitten? Ja, zeker. Die kan daarin zitten, toch? Ik heb zelf wel een... Nee, daar kan die ink kaart. Oh, Blue Ink, ja, toch? Ja. Blue Ink White Dragon, toch? Kijk, deze is dus niks waard, maar dit is wel een heel leuke kikker. Ja, maar dit is ook wel een iets duurder kaartje, hoor. Denk je dat je het snapt? Nee. Volgens mij is het wat mis met mijn ogen. Het is gewoon eentje die heel veel mensen leuk vinden. Daarom is die... Ja, het is wel een van de... Mensen houden gewoon van kikkers. Ja, zo. Ik ben net een lekker oog gaan maken, maar... Oeh, Chibi Mothman. Ja. Is dat iets? Nee. Oh. Wat is dat? Dat is even raar. Dat is ook Mothman. En waarom is Mothman dan, is Mothman gewoon gewild of is dat echt gewoon een zeldzame kaart? Of is de... Ja, het is een beetje, eigenlijk is de pool rate net zo hoog op een Mothman als de rest. Alleen vanaf het begin waren een beetje de... Het is net zoals met Pokémon, dus ja, de Charizard. De kans op een Charizard is net zo groot als een Blastoise, maar... Mensen vinden dat vaak mooier of zo. Oh mijn god. Lukt het? Ja, zeker. Hey, Mothman, niks waard.
Ik voel dat hier een goede in zit. Ja? Nee. Black Hole Shard. Zal je even helpen? Oh ja, waarmee? Dat zit hier midden in de doosje. Deze. Ja, oké. Okay. Dit is hem. Ja. Dit is al. Wat moeten we met al die kaarten doen zo? Dat wordt heel spannend. Drumroll. Nou, dat is toch weer een vol. Dat is een vol. Ja. Ik denk dat iedereen straks een oogmeting gaat doen bij Bas, dat hij gewoon een paar kaarten mee krijgt. Je weet hoe je dan soms bij de oogarts komt, of bij de opticien, en dan krijg je zo'n plaatje en dan moet je één of twee zeggen. Kunt u dit lezen? Bij Bas is het holo of non-holo en dan krijg je dat zeg maar zo. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Heb jij ook dat plaatje met die oeh, niks. Ik vind wel leuk dat dit ook gewoon een landje is. Ja. Heb jij ook dat plaatje van die luchtballon? Die dan zo ver weg is en dan scherp zat. Is dat echt gewoon, nou komen we bij de opticien feitjes. Is dat gewoon echt een afbeelding gekozen door de hoofdopticiens van, nou dit is de meting afbeelding? Of? Ja, je hebt eigenlijk bij al die apparatuur dat ze alleen dat plaatje gebruiken. Oeh, kijk eens. Dat is een volle holo. Dat is geen chibi. Dat is geen chibi. We gaan niet mocht. Zullen we die bokstoppers proberen? Doe eens. Voorzichtig, hè? Groot maken. Oké, knip jij niet meer op met die schaduw. Hoe komt het deze? Bas doet dat. Als zijn ogen zijn beter. Ja. Nou, dat zou je denken, maar als hij degene is die de ogen meet, wie meet zijn ogen dan? Ja. Hoe goed zijn zijn ogen? Hij kan er moeilijk zelf gaan zitten. Dat kan niet. Maar ik weet toevallig, dan is er nog een. Oeh, nog een volle. Oeh. Oké, okay. Dit is dus de bokstopper. Ja. En dat is? Nee, jammer. Snowing! Jezus, dit is een dikke pringel, kijk dan. Oké, okay. En wat is zoiets als dit dan waard? Is dit... 20 euro. Oh. 20. Nou. Deze officieel die wordt daar niet blij mee. Nou. Oh, nou. Spannend. Oeh, voor Holland Charizard. Is dat goed? Ja, dit is ook wel een van die typische kaartjes. Ik ga gewoon even iets snel naar de hits toe. Ja, ik ga wel gewoon naar de hits toe. Is de Mind of the Stad, ook koud natuurlijk. Ja, daarom. Dit is een snow... Mocht jij thuis denken, ik wil echt al die plaatjes zelf zien. Koop een pakje zelf. Of laat je overmeten. Of laat je overmeten. Als je... Oeh, de bananenman. Ben jij nou een kijker en heb je nou je ogen gemeten bij Bas? Laat ons weten en dan krijg je van ons een metazoekkaart. Ja. Dat kan gewoon. Niet liegen, maar we gaan het navragen. Ja. Boem, een steen. Lijkt op Sauron. Ja. Hoeveel hebben wij nog? Oh mijn god. Nee, hoeveel zit er in zo'n doos? 32. 36. Lijkt op 72. Weg ermee. En wat kosten dit soort packs dan? Wat, is dit in de winkel 5 euro? Zoiets? Ja toch? Volgens mij wel. Geen idee. Oeh, The Witch. Die willen we niet. We willen Mothman, die is 100 euro. We only care about Mothman. Ja man. Ja man, Mothman. Oh god. Ik zit straks echt in zo'n pack te vernachelen en dan zit daar die Mothman in. Mothman! Nou, dat is echt jammer. Wordt wel spannend nu. Hebben we de Mothman of niet? Maar ik heb iets meer boxjes op. Jur. Ja? Die afbeelding kan echt niet op het scherm. Oh, sorry. Oké, okay, ja. Oeh, nog een... Maar wat is nou gewoon... je boerderij. Wat is nou zo'n standaard ding als dit dan? Wat, is dit een euro of is dat? Nou, over het algemeen zijn de full hollows wel €3 of €5. Okay. Maar nou is de verzamelmarkt ook niet zo groot in Nederland, lijkt mij. Dus ik denk dat je er ook... Oeh. Het staat ook nog niet op card market en zo. Nee. Nee, ik hoop dat dat snel gebeurt, want dan kan ik ook van mijn loop af. Ja, dan ga je ook zien dat het meer verzameld gaat worden. Ja, mensen nemen het serieuzer als ze daar kunnen zien. Ja, ik ook. Die King Pokémon, die Gary, die doet hier ook heel veel mee. En Steve Aoki, de DJ, die doet hier ook heel veel mee. Hebben wij Funko Pop gehad? Jij weet niet wie dat is, je vraagt wie is dat? Hebben wij gewoon een Funko van? Een hele kleurrijke... Jij wou zeggen dat is een Funko. Taart gooien. Ja, die gooit taart. Die man is een Funko. Die staat niet weg. Dat is een chibi. Ja. Waar zit die Mothman? Laatste kaart denk ik, hè? Wat is een beetje de pool rate van die Mothman? Moet ik dan aan... Nou, ik heb van de second edition heb ik 10 boosterboxen opengemaakt en ik heb er 5. Dus onder 2 boosterboxen ongeveer. Ja, zo'n beetje.
Nou, dat was spannend. Ik denk dat we langzamerhand alle comments en zo wel hebben gezien. Nou, zit er best wel veel kaart in de set. Oeh, we hebben een Onyx. Onyx. Nou, we hebben nog een stapel. Zie je nou een kaart tussen die echt heel leuk is? Omschrijf hem zo goed mogelijk. Okay. En dan mag je hem wel halen. Ja. Zolang hij niet glimt. Glim is. Oeh, het is Walking Sam. Ja, dat is ook een van de obnoxious nine. Oké. Okay. Oh, nee, niet. Nee, niet. Hoe kun je dat zien? Nee, maar het zien alleen full hollow als dat zijn. Maar dit is ook wel een gewildere kaart. Oké, oké. Dat is wel spannend. En nu? De Grand Mothman. Oeh, Chupacabra, dat is ook wel een bekend iets. Ja, klopt. Niks waard zeker? Nee. Niks? Nee, dat is wel een mooie kaart. Ja. Dat kun je zien. Ik heb mijn ogen nog niet gemeten. Liggen er naast, hè? Oh, nee. Nee, er liggen nog drie. Ja. Ik denk dat jij straks nee, even... Ja. Oeh. Dat is wel een wat duur kaartje. Ja? Ja, dat is ook een van de Obnoxious Nine. Dit is een van de Obnoxious Nine. Ja. Kijk, is dat zijn hoofd? Ja, dat is een Phoenix. Oh ja. Phoenix Rain. Oh ja. Die was 100 damage. 100. Dat ja. Overleef jij niet. Dat is heel goed. Nou, nog drie te gaan. Nou, we helemaal bij het einde zijn. Waar kun je eigenlijk op de kaart de rarity zien? Heel eerlijk? Ja? Geen idee. Staat er niet op, zeker? Jawel. Oh. Ik weet niet bij deze hoe dat... Ja, volgens mij kan je het... Ik heb geen aan het sterretje. Ja. Oh, dat is dan de rare. Maar je hebt geen common uncommon. Nee. Ik heb bijna een overmeting voor nodig. Ja. Ik snap al dat jij dit... Nou. Dan blijft die Mothman. Mothman. Oeh, dat is Bad Squatch. Nou, leuk. De laatste. De laatste. Ja, zit hij daarin? Zit hij daarin? Oh, er lag nog één. Oh, ik ben echt net... Dat zou echt wat zijn als hij daar nu in zit. Ja, ja. Nou, als hij hier niet in zit, dan breken we gewoon niet. Deze pack had jij bijna achterover gedrukt, Ricardo. Ja. Oh, nice. Oh. Dat was toch een duur, hè? Ja. Jij moet ook al die prijs zetten op het scherm. Ze zijn allemaal, ja, zeker. Van elke, vooral deze, van die farm. Wat kost deze? Wat kost deze? Wat kost die? Boom. Nou, cool. Ik vond het super cool. Oh, kijk, dus dat... Oh, deze moet nog open. Oh, Mothman zat erin, ook al gegreed. Wauw. Nou, dat was MetaZoo. Mocht jij nou denken, dit is heel cool, of mocht je denken, dit is helemaal niet cool, laat het ons weten. En mocht jij heel graag een kadi zien waarvan je denkt, die vind ik echt heel leuk. Stel je voor, jij zit thuis nu en je denkt, wow, die power-up green, die vind ik echt leuk. Dan moet je dat zeggen en dan kun je die gewoon bij ons ophalen. Gewoon zeggen. Ja, moet je gewoon zeggen. Ja. Na 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 na